maar niet eender. Wie 's nachts droomt in de stoffige krochten van zijn hoofd, wordt bij dag wakker om te ontdekken dat alles ijdelheid was. Maar de dromers van de dag zijn gevaarlijk. Want zij kunnen met open oog voortbouwen op hun droom om hem mogelijk te maken. Dat heb ik gedaan. Handen omhoog. Vind je wel lekker, hè, vriend? Oké, jij bent een grapjas. Een warm ontvangst. Geen wapens. Mijn excuses. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. En jij bent zeker Talbot. Meneer Sullivan. En meneer Drake. Dat klopt. Heb je hem bij je? Mag ik eerst het geld zien? Cutter. Het hele bedrag. En laat nu maar zien. Ik moet weten of hij echt is. Natuurlijk. Zilver, 16e eeuw, Elisabethaans ontwerp, gegraveerd met Sir Francis Drake's motto. Zo, hij lijkt echt te zijn. Ja, natuurlijk is hij echt. Als ik vragen mag, hoe komen jullie hier eigenlijk aan? Maakt dat wat uit? Mijn cliënt zal tevreden zijn. Hé, hey, wacht eens even. Sully, dit is nep. Ik kan jullie verzekeren. Wow, je hebt gelijk. Dit is zo nep als de titel van mijn ex. Wat probeer je me nou te flikken, vriend? Dat kan ik ook aan jou vragen. Wat een bullshit. De deal gaat niet door. En jij? Zeg maar tegen je cliënt dat je het verkloot hebt. Kom op, Nate, laten we hem smeren. Jij bent niet in de positie om te onderhandelen. Dus geef me die ring, pak de koffer en vertrek hier in alle rust. Nu het nog kan. Doe wat hij zegt, jongen. Je bent een dief. Kijk nou, dat is ironisch. Kom op. Wil je nou echt niet? Peter! Deze is voor mij! Kom op! Ja! Ah, klootzak! Kom op, je kan niet rusten. Oké, kerel, je gaat eraan. Ja! Kom op, we gaan er vandoor. Wat is dit? Hallo daar, oude reus. Die is raak. Oké, snel, pak hem. Nee, slecht idee, ook. Verdomme.
Kom op, man. Kappen met die onzin. Hier, die krijg je van mij. Pak hem, mannen. Is dit een privégelegenheid of mag ik meedoen? Ga je gang. Haal ze neer! Niet beter. Man, dit is snel uit de hand gelopen. Ja, bedankt. Man, dat is lullig. Kom op. Geef hem even wat tijd, man. Ik kom. Oké, laat me komen. Ik zou minder anabolen nemen. Hier word je moe van. Gewond? Niks blijvends. Kom op. We gaan, Nate. Kom. We kunnen er daaruit. Hou ze tegen! Ik heb zijn opa te pakken. Wil het een beetje. Klaar om te gaan, knul? Ja. Oeps. Oh, shit. Oh, verdomme. Typisch Amerikaans met grote bek. Hey. Hij heeft genoeg. Of niet soms, opa. Hoi. Liggen blijven. Hallo, Victor. Kate? Nog steeds ploeterend in de goot met je protégé, zie ik. Niet echt stijlvol voor een man van jouw leeftijd. Ik had kunnen weten dat jij hierachter zit. Oh, voorzichtig. Het zou zonde zijn als je smelt. Nog steeds even brutaal. Zo onbevreesd. Ik vraag me af waar jij bang voor bent. Niet voor kogels, of bloed, of gebroken botten. Nee, dat vind je spannend. Of niet soms? Flirten met de dood. Dat is gevaarlijk. Nee. Beste Sullivan, ik zal die knul echt geen pijn doen. Maar hij heeft iets van mij. Geef dat ding! Cutter! Oh, shit, nee. Idioot. Nou, heel graag gedaan, majesteit. Marlow, u moet echt heel snel weg hier. Ah, kom op, het waren gewoon twee klootzakken. Wat?
Oké. Daar gaan we. Boven misschien. Het moet in zo'n vitrine liggen. El museo cierra en 15 minutos. Wacht, hier is het. Callejera. ¡Suéltame! Su clase de gente no es bienvenida aquí. ¡Ah! ¡Quédate afuera! ¡Pendejo! Oh, daar is hij dus. Ik moet hem bijhouden. Ah, daar is hij. Nou, dankjewel. Vete de aquí, limosnero. Ja, hij was toch verrot. Waar ging hij heen? Waar gaat hij heen? Tengo guanábana, tengo guayaba, tengo de todo. Tengo mangostino fresquito. ¿Cuándo leíste eso? El otro día. Wat doet hij nu? Kut.
Ben ik hem aan het eilen? Moet ik die kant op? Oeps. Wat doet hij daar binnen? Ik kan het hier niet goed zien. Ik wil je niet opjagen, vriend, maar kan je even opschieten? Ja, kan je dat. Weet je, er wacht een vrouwtje op me. Je kent het wel. Sí, sí, señor. Aquí lo tiene. Aha. Dat is hem. Gracias. Adios, amigo. Oké, ik moet die portemonnee hebben. Shit, daar kan ik niet heen. Hij snijdt af door dat gebouw. Op het dak heb ik beter zicht. Oh shit. Ik sprong verkeerd. Kruid. Hij snijdt af door dat gebouw. Op het dak heb ik beter zicht. Je vriendin? Mag hem niet kwijtraken. Zit in zijn zak. Dit is mijn kans. Wij hebben volgens mij nog wat tijd over. Ik weet wel iets waar we ons een paar uurtjes mee kunnen vermaken. Shit! Suéltame, bijo! Ja, nee, tuurlijk. Blijf van me af. Kijk, dat kan ik volgen. Nou, niet wegrennen. Je bent een eind van huis, jochie. Noem me niet zo, oké? Je ouders zijn vast bezorgd om je. Ja, dat zal wel. Oké, ligt dus gevoelig. Je hebt me knap bestolen daarnet. Je bent best goed. Ik weet niet waar je het over hebt, ouwe man. Hé, zo noem je mij dus niet. Je techniek is erg slordig. Ik zie alles van mijlenver aankomen. Je bent gek, jij. Oh ja? Je loopt me al de hele tijd achterna. Je ziet me vast als een makkelijk doelwit. Maar je hebt de verkeerde gekozen, jongen.
Wat? Mijn portemonnee. Goed. Dan bellen we toch gewoon de politie. Ga je gang. Maar ze vragen zich misschien wel af waarom een oude man zoals jij jonge jochies achterna loopt in steegjes. Jij bent een hele slimme sodemieter, hè? Ik weet hoe ik voor mezelf moet zorgen, ja. Maar goed. Ik weet zeker dat je net zo dol bent op de politie als ik. Goed punt. Knul. Portemonnee. Het was te proberen. Tuurlijk, jochie. Je ziet alles van mijlenver aankomen, hè? Goed. Het museum is dicht. Daar is het. Ja. Dat scheelde niks. Okay. Wow. Verdomme knul. Zo, Victor, kijk nou eens. Dat vieze straatjoch dat er vandoor ging met jouw geld. Kom op, knul, je kan niks beginnen. Geef maar hier. Kom. De ring. Welke ring? Catherine! Wie denk je dat je bent, jongen? Jij bent niets meer dan een smerig, kansarm bedelaartje. Te vies om dit soort objecten aan te raken. Waar ben je nou helemaal mee bezig? Het is maar een kind. Pak hem! Stop die jongen! Oh mijn god. Hij heeft de ring!
Helemaal niet, ik heb niks. Maak die deur! Oh god! Hij gaat naar het dak! Nou ja. Grijp hem! Hij zit dicht! Maak het stuk! Snel! Laat me los! Oh shit! Daar is hij! Oh shit! Wie zijn die gasten? Hier komen, ettertje! Oh kut, ik ga verkeerd. Ja, rustig aan. Hij heeft nog een maat, bitch. Hier komen, ettertje! Ik ben geen ettertje. Ik ben een etter. Niet schieten. Schieten is niet lief. Hij is hierboven! Nee, helemaal niet. Dat denk je maar. Wow. Smeer hem, knul! Nee! Rotzak, sta stil! Kut op! Hef hem af! Oh fuck! Pardon, aan de kant. Sorry hoor. Ah, oh, kut. Ah, we hebben hem. Pardon, aan de kant. Sorry hoor. Ah, stuk stront. Oh kut, ik loop weer verkeerd. Ik kan alweer niet ontsnappen. Wow, zo weinig. What the fuck? Dit voor bullshit. Hi. Wie hebben we hier? Whoops. Alles goed? Waarom tril je zo? Kom, doe je ogen dicht. Dit doet echt geen pijn. Kom maar. Het is voorbij, knul. Doe maar rustig, knul. Het is veilig hier. Doe maar. Dan niet. Als je het niet wil. Wat wil je van me? Een bedankje zou aardig zijn.
Ik heb je tenslotte wel gered daarnet. Bedankt. Maar wat is jouw belang? Ik bedoel, je bent een schurk, toch? Er moet meer spelen. Je bent met er eentje, knul. Wat is je verhaal eigenlijk? Luister, meneer. Niks persoonlijks. Maar ik ken je niet eens. Zo opgelost. Victor Sullivan. Dit is het moment waar je je even netjes voorstelt. Oké. Misschien kun je me vertellen wat er zo speciaal is aan die ring. Hij hoort bij mijn familie. En dus breng ik hem terug. Afkomstig van Francis Drake zelf. Dat klopt. Ik weet niet hoe ik dit uit moet leggen, knul. Maar Drake had geen erfgenamen. Geen kinderen. Nee. In ieder geval niet met zijn vrouw in Engeland, nee. Oké, goed punt. Laat zien. Kom op, knul. Als ik hem had willen afpakken, dan had ik het al lang gedaan. Dank je. Wat is dit? Parvis... Sic Parvis Magna. Het betekent, grootheid kan klein beginnen. Dat was zijn motto. Oh ja? Snap je, koningin Elisabeth gaf dit aan hem in 1581... toen hij terug was in Engeland na zijn rondreis om de wereld. En toen heeft ze hem geridderd. Zo, dat hebben ze je vast niet op straat geleerd. Hoe kent een jochie als jij Latijn? De nonnen vonden dat belangrijk. Ah, dus je zat op een kostschool. Zo kan je het ook noemen, ja. Goed hoor. Maar waar ging al dat gedoe met die ring en dat astrolabium daarnet over? Zeg jij het maar. Jij bent degene die voor ze werkt. Luister, knul. Een klant wil iets en ik bezorg het. Tegen een prijs. Ik stel verder geen vragen. Het is gewoon een klus. Het zag er wel erg gezellig uit. Ja, nou. Hoe dan ook. Ik mag vast niet terugkomen. Oké, luister. Ten eerste, dat was geen astrolabium. Het is een soort decodeerapparaat. Moet je dit zien? Op zijn reis rond de wereld zeilde Drake door Oost-Indië. Alleen zegt hij dat het hem 6 maanden kostte om te komen van hier naar hier. Ja, dus? Dus, dat is niet logisch. Hij was een veel te goede zeeman. Het zou hem 1 maand hebben gekost. Hooguit. Hij hield iets verborgen. En het was iets groots. Hoe groot? Als geheime missie van de koningin groot. Als miljoenen aangeplunderde schatten die nooit zijn teruggevonden. Groot. Zo groot? Zo groot. En die decoder heeft er iets mee te maken? Ik verwed er mijn leven om. Oh, fijn. En Marlo heeft hem nu. Maar zonder de sleutel heeft ze er weinig aan. Dan is het dus een padstelling. Voor nu. Je hebt me nog steeds niet verteld hoe je heet. En jij hebt me nog steeds niet verteld wat je van me wilt. Oké. Kijk. Je hebt talent. Maar je moet nog heel veel leren. Blijf bij mij, dan kun je wat van me opsteken. Bedankt. Maar ik red me prima in mijn eentje. Ja, duidelijk. Wat dacht je ervan om het nog eens te proberen? Mijn vrienden noemen me Sully. Nathan Drake. Nate. Drake, hè? Oké. Er ligt een mooie toekomst voor ons, knul. Een mooie toekomst. En weg zijn ze. Gaat die jongens? Oh god, je zou toch een demper op dat ding draaien? Sully, je hebt geen gevoel voor drama. Klopt. Door die herrie barst het hier zo van de politie.
moeten snel weg hier. Dat had best wel wat minder gekund, Charlie. Wat bedoel je? Ik heb je bijna niet geraakt. Je gaf een kopstoot. Oké. Ik liet me een beetje meeslepen door het moment. Ja. Maar jij wilde het zo erg mogelijk laten lijken. Het is maar goed dat hij je vriend is. Oké, schoonheid. Let op. Ze komen jouw kant uit. Raak ze niet kwijt. Ik zei toch dat het ging lukken? Ik ben benieuwd wanneer ze doorhebben dat hij van hun nep is. Maakt het uit. Eindelijk zijn ze uit de kast. En nu volgen we ze terug naar hun holletje. Jij kan ook echt alles smerig laten klinken. Oh ja? Kom, laten we gaan. Kom op, beetje tempo, Nate. Kan leren we het smerig. Hierheen. Wat? Kom op. Serieus? Ja, serieus. Kom op, Charlie, waar wacht je op? Ja. Oké. Oh, we zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Oh, dat is hem, ja. Oh, dat viel nog best mee. Waar heb jij last van? Nee, niks, ga prima. Geblokkeerd. Wacht, we kunnen er hier langs. Ja, precies. Of we gebruiken brute kracht. Ah, dat is nog eens een plan. Laat mij maar. Kom op, Mietje. Anders staan we morgen nog heen. Ja, bedankt voor de hulp. Beetje actie, lamzakken. Oké. Zo te zien is de kust veilig. Je moet een beetje oppassen met het overige. Hallo, heren. Alles kids, Mop? Jezus, wat zien jullie er beroerd uit. Ja, het was een echte knaller, Chloe. Niks uit, Aantje. Jij bent verdacht stil. Wat zit je dwars? Ach, Charlie had het een beetje te veel naar ze zien als je het mij vraagt. Gaan we weer. Mijn oren zijn ze nog. Wat een gejank. Het scheelt als er nog iets tussen zit. Nou, zo te horen heb ik echt iets gemist. Ja, dat heb je zeker. Het was iets heel apart. Grapjas. Had jij nog problemen? Nou, was een eitje. En je weet zeker dat ze je niet zagen? Heel zeker. Oké, en waar zit die scary poppers dan nou verstopt? Achter die deur daar. Die groene. Ze zijn al heel lang binnen en ik heb al die tijd niks gehoord. Zouden ze daar nog zijn? Nou, ik ben geen moment weg geweest. Niemand ging naar binnen of buiten. Zijn deze nou echt nodig? Ik bedoel, het is niet als ze ons verwachten. Je moet die lui niet onderschatten. Ze zijn geen kleine jongens. Hé, we sluipen naar binnen en weer naar buiten. Kind doet de was. Ja, tuurlijk. Maar bij gevaar is het eerst schieten en dan vragen stellen, oké? Jongen, ik stond heel erg op het punt om die koffer te pakken en er vandoor te gaan. Ja, je hebt een beroerde pokerface, man. Nou, geloof me, dat verbleekt bij wat we op het spoor zijn. Op mijn leeftijd ben je al blij met de kleine dingen. Eww. Zei ik het niet? Ach, houd erop. Ik hoop alleen wel dat je gelijk gaat krijgen. Het lijkt rustig. Denk je dat ze daar nog steeds zijn? En ik denk ook niet dat we zomaar even met de deur in huis kunnen vallen. Nou, we hebben geen tijd om hier maar wat te staan. Ik zoek een ingang en ga kijken. Jullie drie blijven hier. Kijk uit! Oh, alles goed daar zo? Ja, het spijt me hoor. Verdomme. Shit. Leeg? Hé? Waar is hij dan?
Waar gingen ze heen? Dit slaat nergens op. Help eens even mee. Ik heb hem. Ziet iemand een auto? Want ik zie er geen een. Dit begrijp ik niet. Verdomme. Weet je zeker dat dit de juiste is? Ja, de groene deur. Absoluut. Nee, we verdoen onze tijd hier. Die klote koffer wordt met een minuut aantrekkelijker. Oké, kom op. Ze kunnen niet zomaar verdwijnen, toch? Er moet een verklaring voor zijn. Verspreid je en kijk goed rond. Ze zijn hier geweest. Ik ruik de uitlaat nog. Bandensporen. Nog nat van de regen. Zo te zien is de auto hier gedraaid. Hey, moet je dit zien? Kom op, jij bent toch de slimmerik? Wat zien we over het hoofd? Een soort mechanisme. Ja, misschien. Vier banden, vier contactpunten. Sally, ga daar staan. Jullie, daarheen en daar. Oké, tel tot drie. Klaar? 1, 2, 3. En? Ja, het moet hier zijn. Wacht. Wacht, het is het licht. Sally, richt je lamp op die muur. Net als een koplamp. Abra krijgt nou Dieter Kadabra. Nate, met wie hebben wij eigenlijk te maken? Dat gaan we nu uitvissen. Wij volgen de auto, jij gaat naar het busje. We houden contact via de radio en ik laat je weten als we er zijn, oké? Ja, waar dat ook mogen zijn. Hou overal rekening mee. Misschien hebben we haast. Vast wel. Niemand rijdt beter dan Chloe, weet je. Heb ik gehoord, ja. We zijn het erover eens dat dit op zijn minst een beetje vreemd is. Welke halve zol rijdt er nou door een metrotunnel? Goh, even denken. Iemand die niet gevolgd wil worden misschien? Ja, zeg maar wat. Ja, bij de hand. Zo te zien zijn ze zo de oude service tunnels ingegaan. Hé, hier is het. Kom op. We moeten hier doorheen kunnen komen. Denk ik. Lead on, Macduff. Oh, you fuck it, Oni. Wat? Lay on. Het is lay on, Macduff. Oh. Kunnen we even voortmaken, vriend? Gaat het een beetje daar? Ja, ik ben gewoon niet zo van de krappe rand, dus meer niet. Ah, ga nou maar door. Ah, godzijdank. Wie is nou Macduff? Kan het nog dommer. Wat was dat? Ze zijn hier. Oh ja, netjes jongen. Bedankt. De tunnel is recht onder ons. Zo te zien gaan we nog goed. Wow. Dat is een flinke val.
Voorzichtig, het is glad. Er zijn er meer. Bukken. Wacht tot ze dichterbij zijn. Oké. Ik ben er klaar voor. Shit, jij bent goed. Hey, daarboven is de doorgang. En een ladder. Ja, maar hij zit vast. Kijk uit, komt-ie. Dag, kerel. Volgens mij zit er een hek daarboven. En jij, Cutter, help een handje. Zeker. Ja, ja. Oké, klaar. Trekken. Heb eens. Oké, Charlie, nu jij. Daar is de tunnel weer. Nou, dat is te ver om te springen. Straks breken we onze nek. Verdomme, het loopt dood. Charlie, ga aan de kant. Hier beneden. Waar gaan we verdomme nou weer heen? Charlie, met wie hebben we hier eigenlijk te maken? Geen idee, maar het zijn in ieder geval hele rare mensen. Kijk dat ijzerwerk. Dat is Victoriaans, maar misschien nog wel ouder. Zo, al die zooi staat hier al een eeuw weg te roesten. Misschien kunnen we hier doorheen. Dat echt niet lukt. Ik dacht het niet. Oh. Wacht eens. Daar is een tegengewicht. Hij zit vast. Een van ons moet omhoog klimmen om hem los te frikken. Goed gezien. Raad eens wie? Ah, shit. Voor de volgende keer.